Het bedrag dat de penningmeester van de PvdA in Zuidoost heeft verduisterd, blijkt nog hoger dan gedacht. Sharda P. heeft volgens het Openbaar Ministerie ruim 20.000 euro uit de partijkas gestolen, terwijl het begin van het jaar nog leek te gaan om 13.000 euro. P. zou het geld, dat nu trouwens verdwenen is, van de PvdA-afdeling naar haar privérekening hebben overgemaakt.